Ik ben Marieke Vervoort. Ik ben 35 jaar, maar op mijn 14 jaar is alles begonnen met een progressieve aandoening. Gewoon begonnen met pijn aan mijn beide benen. Men wist toen niet wat dat was. Het ging meer en meer achteruit, langzaam op krukken lopen. En op mijn 20ste ben ik dan uiteindelijk in een rolstoel beland. En in het begin dacht ik van dat ik niks meer kon, dat ik niks meer waard was. Maar al rollende heb ik terug mijn plan leren trekken. En in het revalidatiecentrum kwam ik voor het eerst terug in contact met aangepast sporten. En in 2012 komen de Paralympische Spelen te gaan. En dat startschot kwam en ik heb echt alles gegeven. En ik haal daar goud gewoon. En ik heb toen een kreet gelaten, echt heel luid. Gewoon van euforie, van yes, ik heb hier goud. En dat stadion, een staande ovatie van 80.000 man, dat is ja, gewoon kicken. Sinds dit jaar ben ik terechtgekomen bij Herbalife, waar ik me eigenlijk super, super goed bij voel. De smaak is lekker en het heeft een heel groot effect op mijn lichaam. Dus ja, hoe zwaar de trainingen ook zijn, met bijvoorbeeld de 24 Recovery Shake, ja, ik voel me daar heel goed door. En voel ik ook dat mijn lichaam veel sneller recupereert dan ervoor. En, niet alleen de 24-producten, maar ook de voedingsshake hebben voor mij ook heel, heel groot belang. Ik heb een progressieve aandoening. Ik heb mijn goede momenten, maar ik heb mijn rot-slechte momenten ook. En die rot-slechte momenten, als ik dan ook geen hap door mijn keel krijg, bij wijze van spreken, zijn de shakes er ook om me eigenlijk er bovenop te houden en me sterk te blijven voelen. Tijdens de trainingen en voor de wedstrijd ook, de H3O-drank, het is heel lekker. En, ja, het is, je hebt geen plakkerig gevoel in de mond of zo, wat ik met mijn vorige sportdranken wel altijd had. Van als ik daarvan dronk, was het altijd van, ah, ik krijg het niet binnen. En ja, het was geen plezier. En dit is lekker om te drinken en het heeft goed effect en ik voel me er heel goed bij. Dus, ik vind het gewoon fantastisch dat ik bij Herbalife terechtgekomen ben. Dus voor mij, ja, is het een beetje een godsgeschenk.